Voor de meeste mensen is het spelen van een bordspelletje niet zo'n groot ding. Alleen voor Els Bulten is het meer dan alleen maar een spelletje. Zij speelt namelijk op hoog niveau het bordspel Carcassonne. Onlangs werd ze voor de derde keer een Nederlands kampioen, en binnenkort mag ze ook aantreden voor het wereldkampioenschap in Duitsland. Ja, het is heel bijzonder om dat, om dat keer op keer weer te winnen. Want uh, zo'n kampioenschap is best lastig. Je zit op het Nederlands kampioenschap eerst met vier spelers aan een tafel. En dan heb je dus maar een beperkte uh, invloed op het spel. Want er zijn 72 tegels, delen door vier. Nou, dat is niet zo heel veel. Terwijl als je vervolgens in de halve finale of de finale komt, speel je één tegen één. Dus dan heb je dubbel zoveel invloed op het spel. Wat het veel tactischer maakt. Um, nou ja, het speelt dus ook heel anders. En uh, het het feit dat ik het nu drie keer gewonnen heb betekent natuurlijk wel dat ik een beetje idee heb uh, hoe het speelt en uh, ja dat is wel heel bijzonder om dat uh, zo vaak te kunnen doen. Carcassonne is een spel wat eigenlijk um, als oorsprong heeft de Carcassonne de stad in uh, zuid-Frankrijk. En dat is ook wat je een beetje gaat namaken in het spel. Dus je hebt een aantal tegels, 72 om precies te zijn. En elke keer pak je een tegeltje en die leg je neer. En op dat tegeltje kan een stukje stad staan, een weggetje, een klooster of uh, weide. En uh, die leg je aan, passend natuurlijk. En dan kun je beslissen om daar een van jouw mannetjes op te zetten. En zodra je een van die projecten af hebt, een weg of een stadje, dan uh, kun je daar punten mee scoren. Dat is in het kort hoe het spel gaat. Nou, een Nederlands kampioenschap wordt uh, meestal door een vereniging hier in Nederland georganiseerd. En als je dan wint, ga je inderdaad door naar het wereldkampioenschap. Dat wordt in oktober gehouden, altijd op de spellenbeurs die daar is. En. Um... Dat bestaat dan uit zes rondes in eerste instantie, één tegen één. En dan wordt met schaakklok gespeeld. Dus je hebt beide een kwartier, gezamenlijk een half uur om te spelen. Dus je kunt op twee manieren verliezen: of door met punten te weinig te halen, of te winnen door de meeste te halen. Of als jij door je tijd heen bent, dan uh, verlies je ook. Dus daar moet je ook echt op lessen. Dat geeft een extra dimensie.